Yes? Oké. Okay. Gaat hij doen? Ja, nee. Oh, dit was spannend. Dit is de 6 meter lange speedboot die ik al 1,5 jaar aan het bouwen ben. Wat ooit begon vanuit niks met een paar stukken hout, begint steeds meer ergens op te lijken. Steeds meer een echte speedboot. Dit blijft echt zo bizar. 130 paadjes achter het beunslagschip. Oh. Ik vind het echt prachtig. Net zoals de 12 persoons hoekbank. Hoe snel denk jij dat de boot gaat zijn? Het is een behoorlijk zware jongen. Wel goed gestroomlijnd en heel veel benzineslurpend vermogen. Let me know in de comments. Hoeveel kilometer per uur denk jij dat de boot straks gaat? Jullie hebben er even op moeten wachten, maar er zit een maand aan bootbouwwerk in deze video. Dus het wachten waard. Holy shit! Ja, je hoort het goed. We gaan het monster ook proberen te starten. Hopelijk doet hij het nog, hè? Dus dat is de carburateur, die veergekke dingen. Ja, per cilinder, hè? Lekker om te knurgen en benzine. Zo, even de carburateur zuiver maken met Justin. Zeker. Kijk eens even wat een prut er uit die carburateur komt, hé. Het is maar goed dat we dit doen, want ja, de motor heeft echt een aardige tijd stilgestaan. Dus dit is allemaal straks weer helemaal fresh. De vorige keer heb ik een complete week staan smeren en staan plakken. En het complete dak op de punt gepolyesterd. Oh, ik ben heel blij dat dat werk weer achter de rug is. We gaan het polyester mooi afwerken. Dus schuren, plamuren en verven. Dit fucking masker hier heeft me in totaal, hou je vast, 100 euro gekost. Zo had ik geen andere maskers meer en ik dacht, ik heb wel een goed masker nodig voor dat gevaarlijke polyesterstof wat je echt niet binnen wil krijgen. Volgens mij is dit het verkeerde masker. En heb ik zojuist 100 euro voor saus uitgegeven. Dat is helaas echt zo. Kijk maar hier de factuur. Goed begin. We gaan weer door. En schuren verder. Ik ben er helemaal klaar mee. Maar we zijn ready voor de plamuur. Bouw een boot, werk je dood. Het is plamuur. Oh, lekker. Wat is dit voor chemie? Lekker asfalteren. Je mengt de basis en verharder tot een lekker goedje. En vervolgens kwak je het op de boot. Dit gaat nog wel even duren. Ik hoop dat ik genoeg plamuur heb. Het is in ieder geval beter werk dan dat polyester. Dat was de tweede lading alweer. Ik stond wel even lekker wat uurtjes te smeren op het dak. Hier werd de plamuur ook ineens al hard. Beetje fout gemengd, oeps. Het complete dak is mooi geplamuurd. Mannenwerk. Het weer begint om te slaan. Ik ben er van tussen. Dat waren weer 4 fantastische uren schuurwerk. Wat voor deze video gelijk staat aan 10 seconden van content. Voor alle YouTubers die dit kijken, bouw ook een boot. Geweldig productief voor de content.
Het voelt gek, koffie bij de boot. Het schuurwerk is helemaal af. Klaar. En het resultaat is echt top. Besef dan eens eventjes hoe smooth alles is. En hoe strak hier die bootlijnen zijn. Het is tijd voor de coating. De boel werd wederom grondig ontvet. Dat is heel belangrijk voor een goede hechting. En dit is hem dan, de HB-coating. We hebben weer een basis en een verharder die met elkaar gemengd moeten worden. Let's go! Ja, lekker kwakken. Lekker sauzen. En dit spul stinkt naar zeik. En dat was hem. Wow, joh. Ziet er goed uit, of niet? Wat een ding, joh. Het blijft bizar. Het dak is nu mooi één met de boot. Echt satisfying hoe het daar zo om de hoek heen gaat. Smooth en al. Maar dit is natuurlijk nog niet de uiteindelijke kleur van de boot, hè? Laat zeker weten even achter in de comments welke kleur jij denkt dat lijp is. Ik zat zelf te denken aan grijs of zo. Of navy blue. We zijn even bij het verbouwde huisje. Kom binnen, joh. Oh. Ik kan hier nog niet te veel van laten zien, hoor. Hier zijn we dus de afgelopen weken ook druk bezig geweest met de laatste loodjes van de verbouwing. Dit allemaal tegelijkertijd met die boot. Het is wat, al die megaprojecten. Binnenkort de video van het eindresultaat van mijn huis. We hebben een mooi pakketje binnengekregen van de sponsor van deze video, Displate. Ja, dit is dus een van de Displates die ik heb uitgezocht. Justies loves boats. Aww. We hebben mooie bootjes. Beach vibes, artistiek museum, Titanic, perfect voor in de thuisbioscoop en Tommy Shelby, mate. Je hangt ze dus aan de muur met magneten, want ze zijn op metaal geprint, hè. En displays zijn er in alle soorten. Branded met je favoriete films of games, maar ook honderden artistieke designs. Voor ieders passie is er wel wat moois te vinden. En dit is nou een mooi alternatief voor je standaard schilderij. Ik ben stiekem groot fan van de Titanic. En daarmee bedoel ik de boot. Ja, de film vond ik ook wel nice. In ieder geval, via de link in de beschrijving kan ik jullie een mooie korting aanbieden op alle displays. Dus ik zou zeggen, ga naar de link in de beschrijving en zoek er een paar mooie uit. Waar ik me nu toch was beland, joh. Op zoek naar kikkers voor de boot. Hier maken we straks de touwen en zo aan vast. Een zieke dumpstore met letterlijk alles. Zelfs tankdoppen voor boten, scheepstoeters, snelheidsklokken. Het walhalla voor beunhazen zoals mij. Ik had van alles moois aan goodies voor de boot ingeslagen. Let's install it. Nee, nee. Die plaat is in de dieptes van de boot gevallen. Oh, ik zie hem liggen. Hoppakee. Yes. Yeah. Nou. Ja. Die is degelijk. Het ging nog soepeler dan gedacht. Yes! Ja, ik maak deze laatste kikkers nog niet muurvast. Want ik denk dat ze er straks nog een keer vanaf moeten als we de boot gaan verven. En ik wil de hele boot ook nog een keer gaan plamuren. Dus. Yo! Dit is smooth! Ah, het is lekker smooth, hè? Oh, en deze? Ja, stevig.
Tijd voor wat bootafwerking. Die gapende kier achter de kussens daar. Dat kan natuurlijk niet, hè? Randje, hoor. Ja, smooth. Sorry. Oh, lekker. Plamuur op het kussen. Nee. Maar kijk eens hier. De holte is mooi opgevuld. 10 keer mooier. Nu moet dit natuurlijk weer gepolyesterd worden. Jee. Het afwerken ging nog verder, hier zo. Dan miste je nog een opvulplaat in het gat. En ook nog wat mini-opvulplaatjes. Natuurlijk ook aan de andere kant. Ja, er gaat veel tijd in dit soort kleine dingen. Nou, het begint er goed uit te zien, maar we hebben wat bezoek bij de bootje. Hoi! What the fuck? Waar komen jullie ineens vandaan? Van Maasbree. Oké. Nou, even een fotootje maken dan. Nou, lachen! Ja, ik zie ja, bijna iedereen, ja. Let's go! Dames en heren, vandaag is de grote dag. We gaan het bakbeest proberen lopend te krijgen. Hopelijk gaat hij nog doen. En ik heb fantastische hulp gekregen. Er is een held, compleet vanuit Heerenveen, hier naartoe in Limburg gekomen om te helpen. Het is... Martijn! Martijn, lekker man! Martijn is van Sloepnet Watersport en zit al jaren in het botenwereldje. Ja, we gaan ervoor zorgen dat hij het gaat doen. En we gaan kijken wat er allemaal nodig is. Ja, want jij hebt wel nog meer verstand van boten dan... Ja, ik ben echt de botendokter. Vanaf kleins af aan erin en nooit meer eruit gegaan. Dus ik weet er echt alles van, als het goed is. Ik ben benieuwd. Ja, je vertelde al dat de boot misschien de planeet, dat hij het wel gaat redden. Ja, ik heb inderdaad even bekeken zo aan de onderkant. En ik denk, sowieso is hij echt super stevig gebouwd. Dat is echt ongelooflijk. Beter. Hartstikke goed. Maar ik denk inderdaad, door de vorm van de boot, dat hij echt wel ook serieus makkelijk in planeet zou kunnen gaan. Ja, dat betekent wel... En zeker met deze pk's. Planeren houdt in dat een boot niet meer door, maar over het water vaart. Ja, als we in planeet komen, dan wordt het echt flink gassen. Nou, we gaan het zien. Eerst eens kijken of hij het nog doet. Precies. Ja. Wauw. Oh. Cadeautjes uitgepakt. Ja. Nou, de carburateur is al schoongemaakt, dus dat scheelt al wat. Ja, dat zijn inderdaad een van die dingetjes. Zeker als je lang stilgestaan heeft, dan is het eigenlijk altijd even carburateur schoon. Want die oude benzine die verdampt dan en dan blijft er echt een laagje achter zitten. Ja. Op het moment dat we dan weer nieuwe benzine erin doen, dan lost dat zeg maar op en dan schiet dat erin. Ja, en dan zit die verstopt, zitten de sproeien verstopt. Nou, we hebben gezien, er kwam echt flink wat smeren uit. Dus, We hebben de benzinetoevoer en een tijdelijke benzinetank werd aangesloten. Verse opgeladen accu erbij en ga met die banaan, toch? Nee. Wat zei je nou? Nou, deze sleutel, hij past er wel in, zeg maar hij gaat niet rond. Dus we gaan eerst eens even kijken of daar... Of het wel de goede is. Ja, of misschien een beetje WD-40 erin. Uh-oh. Het lijkt erop dat hij het niet doet. Dan moet ik toch nog eens even die man van de motor... Maar dan gaan we gewoon een paar doorverbinden. Net als vroeger. Oké. Okay. We gaan hem starten vandaag. Ja. Sowieso. Oh, dat zal je maar zien dat het de verkeerde sleutel is, hè. Nou, we hebben dus de sleutel, die past niet. Maar we willen natuurlijk wel even weten of die het doet. Dus ik ga nu gewoon even handmatig even de startmotor aanzetten. Oh. Wow. Woe! Ja hoor. Ja, hij doet het niet. Oh, lekker. Dus dan gaan we nu eventjes met de kabeltjes voorin even wat prutsen, zodat we dat eigenlijk gewoon, wat er normaal met het sleuteltje gebeurt, gaan we dan nu even met 2 draadjes doen. Nou, dat was mezelf al niet gelukt in ieder geval. Oké dan. Heftig, hè? Ja. Oh ja, dit is dus de hele schakelkast. Ik had verwacht dat het iets minder ingewikkeld zou zijn. Ja, jammer, hè? Maar kijk, hier hebben we dus het contactslot. Dus die zouden we eventueel ook nog kunnen vervangen, omdat de sleutel dus niet past. Ja. Maar daar moeten we dus even mee bezig. Het wilde toch echt niet lukken. Dus we gingen er vantussen richting een watersportwinkel. Voor een nieuw contactslotje.
komt hij wel vooruit. Zo. Niet normaal, hè? Vers van de pers. Hier moet het toch wel mee lukken. Hopelijk. Dat is de eerste. Ja, het is een beetje een priegelwerkje. Zo. Nieuw contactslot. En dat betekent... starten! Woe! Wow. Yes? Oké. Okay. Gaat hij doen? Ja, nee. Oh, dit was spannend. Huh? Wow. Woe! Holy shit! Oh, oh, oh. Water erbij doen en dan kunnen we wat langer laten draaien, of niet? Oh, daar zit gewoon leven in. 2-takt olie bij de benzine, boot aan veel te dikke pick-up en verplaatsen naar de waterkraan. Poor mensen, het is vandaag ook gewoon 35 graden en dat is te merken. Het is jammer dat die boot nog niet in het water ligt eigenlijk. Ja. Nou. We hebben water. We hebben benzine, we hebben stroom en we hebben Martijn, dan moet het ook wel goed komen. Gaat hij draaien fatsoenlijk? Ja, hij draait natuurlijk al. Maar gaat hij koelen? Ja, dit is het moment, super. Ja. Nee, er komt nog geen koelwater uit, dus dat moeten we even checken. Oei. Want anders draaien we straks de pop. Maar wat een geluid, hè? Ja, lekker. Ik ben bang dat we ook even het staartstuk eraf moeten halen en dan even kijken naar de impeller. Oh, dan de staart eraf, ja. Ja. Mm. Maar voor de rest lijkt het. Maar er zit al leven in. Hey. Precies. Ja. De volgende keer hebben we dus nog wat werk, zodat hij goed water koelt. Ook nog het stuursysteem maken en dan kunnen we wellicht al eens een volgas testvaart doen. Oh, ik ben zo benieuwd, jullie vast ook, dus abonneer zeker. Zonder Martijn was dit mij natuurlijk nooit gelukt. Hij heeft ook een YouTube kanaal met nog veel meer bootgerelateerde video's. Check zeker zijn kanaal, het staat in de beschrijving. Flinke vooruitgang weer gemaakt en bedankt voor het kijken.